give me some. Move your body right. Pull your hands up. Move your arms around. Yep. I know soul. Nod your head. This nigga got soul. Yeah. Ja, hallo Micha. Goedemiddag. Hi. Hi, ben je nu aan het opnemen? Ja. Hoe is het daar? Oké. Ja, gaat wel goed. Ik ben natuurlijk heel erg gespannen over het kort geding, of dat nog doorgaat. Maar in de tussentijd bereikt mij dus ook het nieuws dat de president van de Haagse rechtbank, Frits Bakker, dat hij ook opeens is afgetreden. Oh, okay. Nou, het is heel belangrijk nieuws. Frits Bakker was zelf ook een corrupte rechter. Iedereen kan die naam googlen. Chipsel heeft aangifte tegen hem gedaan wegens mijnheid. Ja. En hij werd in Den Haag benoemd als beloning voor malversaties op de rechtbank in Haarlem, waar hij daarvoor president was. Waar hij 3 onafhankelijke rechters heeft vervangen door corrupte rechters. En nu dus, als een jankende hyena maakt hij nu de pleitrik. Hij verlaat het zinkende schip van de Haagse rechtbank voor, nou, ik heb begrepen, een nepfunctie bij de Raad voor de Rechtspraak. Ja, ja. Waarschijnlijk zelfs apart voor hem gecreëerd is. De Raad voor de Rechtspraak, die natuurlijk Westenberg heeft aangezet om tegen mij te gaan procederen. Ja. En ja, wat je toch kan zien als het grote maffia-coördinatiecentrum aan de Kneuterdijk. Ja. In het pand, dat werd verkocht, van de veroordeelde en door de justitie beschermde crimineel Eddie de Kroes, die tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in zijn zak mocht steken van de overheid. Dus dat is een waardige plek voor de Raad voor de Rechtspraak. Ja. Nou, we weten dus inmiddels dat naast deze Bakker inmiddels ook 3 andere Haagse rechters, ex-rechters, worden vervolgd als criminelen. Ja. Van wie 2 voormalige vicepresidenten. Ja. Maar dit is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Ik wil in dit verband nog 2 andere namen noemen. De namen van Paris, die heb ik ook al op mijn site geschreven. Mm-hmm. P-A-R-S en Elkerbout. En Elkerbout was de rechter die eigenlijk er heeft voor gezorgd dat hij nu in de gevangenis zit. En ja, hoe triest het ook is om te constateren, de rechtbank Den Haag is gewoon een grote corrupte en criminele maffiabende. Die ogenblik moet worden gesloten. De luik moet gewoon worden dichtgetimmerd. En dat is nota bene ook nog erkend door de nationale ombudsman. Ja. Ja, hoe erg wil je het krijgen? Die heeft dat zelf gezegd. Hoe kunnen we in Nederland hiermee akkoord gaan? De nationale ombudsman heeft gewoon gezegd dat de Haagse rechtbank niet deugt. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Ja. Dat is ook logisch. Nou, dat is dus de rechtbank die mij moet gaan berechten. Ja. Dat zijn de rechters waar we van moeten opstaan als ze binnenkomen. Maar het is nog erger, André. Mm-hmm. Er is altijd meer. Want naast corrupt en crimineel zijn de Haagse rechters ook nog eens krankzinnig. Want ze denken zelf dat ze onpartijdig en onafhankelijk zijn. Niet alleen in gewone zaken, maar ook in de zaak tegen mij. Ja. En ze denken gewoon dat ze goed en uitstekend werk leveren. Ze weigeren de feiten onder ogen te zien. De woorden Westenberg, Koopfluis en Henk de Graaf zijn gewoon taboe verklaard. Mag niet over gesproken worden. Nee. De rest is onafhankelijk. Dus ze leven in een schijnwereld. In een schijnwereld. Ze hebben het contact met de realiteit totaal verloren. Ja. Het kan gewoon zo niet doorgaan. Dus ik hoop gewoon dat er mensen zijn, steeds meer mensen zijn die gewoon hier tegen in opstand komen. En dat is ook gelukkig ook zo. Steeds meer mensen pikken het niet meer, André. Die vreten de stinkende pot bagger die ons wordt voorgezet niet langer door Joris Demmink. De Amsterdamse rechtbank is al een keer beschoten, onder leiding overigens van de aantoonbaar corrupte rechter Irades. Waarover justitie heeft gelogen dat ze de daders hebben opgepakt. Dat is gewoon niet zo. Nee, nee. En nu is het gemeentehuis van Waalre dan verwoest. En ik wil justitie wel een tip over geven. In Waalre staat een villa waar Demmink en topmensen van het OM samenkomen voor pedo-orgieën. Deze villa, die wordt ook genoemd in de X-files van het dossier Dutroux. Ja, ja. Het is maar een tipje, ik bedoel, ik weet het ook allemaal niet, maar het zou zomaar kunnen dat het daarmee te maken heeft. Ja, ja, ja. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Ik wil dit toch meegeven. Misschien zijn er mensen in Waalre die, de mededoklokluider online,
die op dit spoor zijn gezet en die dus gewoon weten wat er in hun gemeente gebeurt. Het zou maar zo kunnen, ja ja. Het zou maar zo kunnen. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap tot nu toe. Ja ja. En ja, ik wil iedereen nog heel erg bedanken voor de post en voor de steun en ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Hoe gaat het verder? Nou ja, pieken en dalen op zich. Oh ja, ik heb nog een mooie. Ik heb een gesprek gehad met de directeur, die kwam naar me toe. Daar heb ik overigens uitgebreid over geschreven in deel 5. Oké. Okay. Dus hoe dat is afgelopen, dat kunnen de lezers of kunnen de bezoekers van de site op die manier te weten komen. Als de post aankomt. Dat was op zich. Hè? Als de post aankomt, want ik heb een van jouw brieven nog niet ontvangen. Klopt, deel 2 niet, hè? Deel 2 zijn, ja. Ja, nou, ik heb met de directeur mede onder andere daarover gesproken. Mm-hmm. En hij heeft me dus ook verzekerd dat dat allemaal volgens de wet wordt geregeld. En hij heeft ook notabene ook nog gezegd dat hij mijn stuk allemaal leest, dat hij ze heel erg leuk vindt. Oké. Okay. Ja. Oh, dus hij leest ze zelf ook? Ja, absoluut. Leuk. Dus een van mijn fans, een van de fans van de site is de directeur van de gevangenis waar ik zelf gevangen zit. Ja, het geeft maar weer aan hoe bizar mijn situatie is. Ja, dat is het zeker, ja. Ja, ja, dus oké, ik ga nu ophangen, André. En ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor alles. En ook grote groet aan Local MC. Oké, vast dank. Ga ik doen. En oké, man. En ik spreek je snel weer, hè. En sterkte aan die kant. Doe voorzichtig. Dankjewel, man. Oké. Dag. Hoi. Hoi.